In 2013 begonnen met wedstrijdteams en dat leek me echt een super vet idee om dat te doen hier in Hengelo bij Xtends. En Anke Niemeyer, mijn baas, die vond dat ook een super leuk idee, dus toen hebben we het in werking gezet. En zo kwamen Technicality en Funk Rockers eruit en die hebben zo hard gewerkt dat ze het verdiend hebben om naar het WK te gaan dit jaar. En dat harde werken is te zien. In Schotland staan maar liefst twee teams uit Hengelo op het podium. De Technicality Crew doet mee aan de categorie 18+ en de jongere Funk Rockers doen mee aan het toernooi onder de 18. Ja, we hebben energie en we lachen veel. En in tegenstelling tot de andere teams, die hebben meer ruig en de hele tijd van die zwarte kleding. En heet het alsof je ze wil wegjagen. En wij denken van, waarom zou je je dan zo laten zien? Het is vrolijk, het loopt leuk te zijn, hoort je? Gevoel erin kwijt te kunnen. Hard trainen, veel conditie, buikspieren en natuurlijk gewoon, we hebben geluk met onze hele lieve coach Sabina, dat ze heel veel verstand van heeft en ze weet echt alles waar hiphop vandaan komt. En ik denk dat dat ook wel het belangrijkste is wat je moet weten. De energie spat er vanaf bij de dames van Xtends, waarbij plezier op nummer 1 staat. En het kan maar zo dat de wereldkampioen straks uit Hengelo komt. Het is niet ondenkbaar, nee. Maar wij gaan naar het wereldkampioenschap, is natuurlijk wel heel hoog. En gelijk, heel hoog niveau. En heel super spannend allemaal. Maar wij gaan voornamelijk voor de ervaring en om te leren. En ik gun het die kids en die dames zo enorm om zeg maar, mee te kunnen maken wat daar allemaal gebeurt. Dus eigenlijk hebben ze voor mij daar al gewonnen. En voor zichzelf ook wel. Dus wat er ook gebeurt, wij kunnen niet verliezen. Hoe kan het dat een dansgroepje uit Hengelo zomaar naar het WK gaat? Ja, nou dan moet je denk ik mijn hele team gaan vragen. Waarom zo'n groepje uit Hengelo naar het WK gaat? Hey, is dat zo? Zijn jullie de beste? Ja, denk het. Morgen vliegt de hele crew naar Glasgow, waar ze voor het eerst om de wereldtitel strijden. En die titel krijgt misschien wel een Overijssels tintje.